ontzettend gaaf natuurlijk dat je mee gaat doen met dit ontzettend grote evenement. Dit kan. Waarom? Nou, ik vind het kerstverhaal altijd wel heel bijzonder. En Gert heeft voor mij ook een grote invloed gehad. Want Gert komt ook uit Drachten. En het is heel erg mooi om zoiets samen te kunnen voegen. Iets apart wat je bijna nooit ziet. Mijn hart met zang zie je bijna nooit. En die zandtovenaar zie je ook bijna nooit. En dat heeft mij ook over de streep getrokken. Dat het zo mooi creatief wordt omgegaan met het kerstverhaal. Dus dat spreekt je ook heel erg aan? Ja, vooral omdat het creatief is. En natuurlijk het mooiste is om iets met muziek of met, met in dit opzicht met zand te verbeelden. Ja. Nou, je bent bekend geworden door The Voice. Ja. Die je had gewonnen ook. Ja, klopt. Ja, dat klopt. Ja. Hoe is het daarna gegaan met je? Nou, heel goed. Ik heb 3 maanden geleden mijn eerste album uitgebracht. Die ging ook heel goed en positieve recensies gekregen. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. En, hoe heet het album? First. Ja. En ik ben lekker bezig met optreden door het hele land heen. Dus ik geniet er wel van. Ja. Dus het stigma wat je wel eens hoort van na The Voice, hoor je soms niks meer van. Dat gaat voor jou gelukkig niet op. Nee, voor mij gaat het niet op. Het kan zijn dat de mensen zeggen, we horen niks meer van Iris Kroes. Maar ik doe genoeg leuke dingen en ik ben aan het optreden door het hele land heen. En mijn album loopt goed, dus ik geniet van elk moment wat ik mee mag maken. Ja. Dankjewel.